Vanochtend staan we in Diepeveen. Ja, en waar staan we? In een winkel in aanbouw. We zijn vanochtend te gast bij Saskia Engelen, die hier een bloemenzaak start. Saskia, leuk dat ik je even mag interviewen. Wie ben je eigenlijk? Nou, ik ben Saskia en ik ben geadopteerd toen ik 5,5 was samen met mijn broertje. Ik ben opgegroeid in Lochem. En eigenlijk al vanaf kleins af aan ben ik gek van bloemen. Dat creativiteit, dat lekker bezig zijn daarmee, ja, dat zit echt in mij. En hoe kom je dan zo van Lochem in Diepeveen? Ja, vriendje. En, je woont hier? Ja, ik woon in Deventer. Ja. Daar woon ik al heel wat jaartjes en ik ben getrouwd, heb 2 kindjes. En eigenlijk ben ik hier al heel wat jaartjes werkzaam geweest. Ja, we kennen je gezicht, hè? Ja, dus dat is zeker. Ja, en nu start ik mijn eigen onderneming. Ja, leuk. Waarom ben je ooit bloemist geworden? Nou, ja, ik vind het gewoon een onwijs leuk vak. De creativiteit en wat je met bloemen allemaal kan doen. Je kunt zoveel mooie arrangementen maken. Je kunt echt uitpakken. Maar met een paar bloemen kun je ook echt een wow-effect creëren. En ja, de veelzijdigheid ervan. Ja. Dus je bent erg creatief. Zeker, ja. Ja, en daarnaast ook, weet je, het presenteren het van de producten, het mooie maken van de ruimtes. Ja, dat kan met bloemen, maar dat kan ook mooi met aardewerk, glaswerk, accessoires. Ja, echt het totaalplaatje kunnen van maken. Ja. En als je dan praat over dit beroep, dit prachtige beroep, het creatieve beroep, wat vind je dan het leukste daaraan? De vele creaties die je ermee kan maken. Ja, de diversiteit. Ja, echt. Dat is leuk. En je hebt zoveel soorten. En zeker ook met de verschillende seizoenen. Daar speel je natuurlijk ook op in. Ja. En we zitten nu weer een beetje in de herfst, de najaar. En dan kom je toch weer die warme tinten tegen. De aardse tinten. Ja. Ja. Je begint voor jezelf nu. Ik denk na jaren in dienst geweest te zijn hier bij Vlieman. Ja. Grote stap, grote uitdaging. Ja, lijkt zeker. Me heel erg leuk. Ja, dat is het zeker, absoluut. Ik heb altijd wel iets in me gehad van, nou, ooit wil ik wel iets gaan doen, maar wat, dat weet ik niet. Dat komt vanzelf op mijn pad. En dat is eigenlijk nu echt gebeurd. En natuurlijk heel goed over nagedacht. Ik heb een gezin, want je leeft natuurlijk wel heel wat in. Van veel thuis zijn, nooit meer thuis zijn, zowat. En dat zal wel even wennen zijn voor ons allemaal. Maar gewoon het enthousiasme en de creativiteit en ja, zeker met mijn team die ook zo gedreven is. Ja, is het wel makkelijker om zo'n beslissing te nemen. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel een uitdaging. Absoluut, zeker. Ja. Heb je er slapeloze nachten van gehad? Nou, jawel, zeker. Je begint natuurlijk al met je businessplan en het moet gefinancierd worden. En dat was al een groot stuk ellende in het begin. Maar nee, dat is allemaal goed gekomen. En weet je, dat hoort bij ondernemerschap, denk ik ook. Ja, zeker. Nou ja, we hopen natuurlijk allemaal dat het een hele mooie winkel wordt. Ja, we gaan ons best doen. En ik ga ervan uit dat het echt... Ik hoorde van jou dat de naam Body, Flowers & More, zo gaat de winkel heten. Ja. Vertel eens wat over die naam, dat interesseert me erg. Nou, zoals ik al zei, ik ben geboren in Sri Lanka. En ja. De naam komt van de Bodhiboom. En dat is de heilige boom in het boeddhisme. En ik ging eigenlijk als klein meisje al naar de tempel toe, waar deze prachtige bomen staan, om te bidden. Ja. En ja, weet je, en ik wilde heel graag toch wel dicht bij mezelf blijven. En het verwijst naar mijn roots. Ja. En welke tempel was dat in Sri Lanka? Nou, in mijn eigen woonplaats. Dorpje, dat is een heel klein tempeltje. Ja. Met een aantal monniken en daar gingen we dan heen. Ja. Ja. Ja.
En dat doen we nog steeds eigenlijk, weet je, als wij naar Sri Lanka teruggaan met mijn gezin, doen we het eigenlijk altijd. Ja. Wat betekent, je zegt het is een heilige boom, wat betekent het eigenlijk precies voor de Sri Lankaan, die boom? Nou, daar heeft dus Lord Boeddha heeft daar zijn verlichting onder gevonden. En dat is voor de meeste Singalezen heel belangrijk. Ja, oké. En zo ook in mijn familie. Voor mijn familie. Ja. Ja, dat speelde wel een hele belangrijke rol. Oh, ja, juist. Nou, als de winkel open is, daar hebben we het zo nog wel even over. Waar kunnen uiteindelijk de mensen voor terecht? Neem aan bloemen. Maar zeker. Je zegt mooi. Ja, dus... zeker, absoluut. Weet je, nou, ook leuk aardewerk, glaswerk, planten, rouwwerk. Maar ook gewoon echt een beetje de leukere woonaccessoires hebben. Okay. Ja, eigenlijk van alles wel. Ja, ja, mooie arrangementen, wat van groot naar klein, wat ze willen. Ja, ja. En ook wat ik graag de klant mee wil geven is de positieve beleving te versterken door te focussen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Okay. Ja, en daarbij hou ik rekening mee met de inkoop van bloemen. De meeste hiervan zijn duurzaam gekweekt en zijn gecertificeerd en hebben een duurzaamheidscode. Ja. Dat betekent dat ze niet uit Afrika komen of zo? Of nou, sommige ook nog wel, misschien. Maar er wordt wel nagekeken van dat het duurzaam gekweekt is. En, Okay. Daar letten we wel op. Ja. Dus je krijgt daar een bepaald certificaat op? Ja, zeker. Ja. Dat kun je al zien als je bloemen gaat inkopen. Dus daar houden we rekening mee. Ja. Dat betekent ook dat je meer in de bloemen uit het seizoen haalt? Dus niet de chrysant midden in de zomer bijvoorbeeld? Nee, tegenwoordig is alles wel het hele jaar rond te verkrijgen. En natuurlijk hou ik rekening met de seizoenen. Ja. Maar je wilt natuurlijk ook wel wat bieden. En ja, dat is ook heel erg belangrijk. Maar ook wel belangrijk hoe het gekweekt is. Ja, ja, absoluut. Daar wordt echt zeker naar gekeken. Ja. Nou kan de burger, de inwoner van Diepeveen en alles wat er omheen woont, kan bij jou terecht. Is er ook nog iets voor het bedrijfsleven? Zeker, ja. Daarvoor? Ja, bedrijfsabonnementen, dat kan particulier of zakelijk. Het is echt van alles mogelijk. Ja, ja. Ja. Leuk. Als je dan kijkt naar de klant in Diepeveen, is die nog anders dan de klant in Lochem of op een andere plek? Nou, ja, ik werk al zo lang hier in Diepeveen, dus dat ik... Je weet niet anders. Nee, weet je, nee, dat nee. Nee, ze hebben geen speciale wensen. Nee hoor, absoluut niet. Nee. Weet je, we zijn heel toegankelijk, we kunnen alles maken wat de klant wil. En wij passen ons daar aan. Ja. Wat is op dit moment de bloementrend? Wat is in, zeg maar, om zo te zeggen? Nou, dit is al een trend wat al heel lang is. Dat zijn toch de plukboeketten. En ja, weet je, en dat blijft nog wel een beetje. Ja, dat zie je nog steeds heel veel. Mensen vinden het gewoon echt leuk om een aantal bloemen in de vaas neer te zetten. En niet meer zo nodig een heel groot boeket. Dat zie je heel veel. Ja, oké. En we gaan weer richting de kerst, hè, dus dan mag je wel weer wat meer uitpakken. Dus wat meer glitters en dus dat is wel weer leuk. Ja, leuk. Ja. En wat is jouw favoriete bloem? Ik heb heel veel soorten wat ik leuk vind. Ik heb niet echt, denk ik van wauw, weet je, dat is mijn bloem. Maar wat ik een hele leuke bloem vind is de latrus. Ja. Ja, dat is echt een zomerbloempje en het bloeit ook maar heel kort. Ja. Maar het ruikt heerlijk en ik vind het een mooi bloempje. Ja. Zijn er steeds meer geurende bloemen? Als je... Nee, dat is eigenlijk wel heel weinig hoor. Weinig. Ja. 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 Dat is wel jammer, maar dat wordt wel steeds minder. Dat wordt wel minder. Er wordt niet opgekweekt of geteeld. Nee. Nee, dus die geur verdwijnt eigenlijk min of meer. Okay. Nou, ik wil langzamerhand afronden met je. We staan hier in een winkel in opbouw. Jullie zien allemaal pakken, dozen, vaasjes en dergelijke staan. Er moet nog heel veel gebeuren. Ja, zeker. Wanneer ga je open?
Nou, de 30ste, 30 oktober. 30 oktober, ja, dat dan, is 10 dagen na nu. Ja, ja. Ja, dan gaan we open, dan openen we de deuren en is iedereen welkom. Ja. Ja, ga je daar nog een speciale activiteit omheen organiseren? Ja, weet je, we hebben echt hele leuke openingsacties. En okay. Ja, daar krijgen de mensen meer van te horen via social media. Juist. Dus okay. Dat is nog een verrassing. Mooi. Nou, Dorf van Diepenveen wens je heel veel succes. Dank je wel. In Diepenveen, op deze mooie plek. En we zien elkaar vast nog wel eens. Ja, zeker, hoop ik. Okay. Ja, dank je wel. Ja, dank u.